Sparta wint vandaag met 1-0 de oefenwedstrijd van Vitesse. Kijk je tevreden terug op de wedstrijd? Ja, dus verder. Ik heb een helft gespeeld. Ik denk dat we voetballend iets minder waren dan normaal. Maar we hebben kansjes gehad. En ik denk dat we Vitesse niet heel veel hebben laten doen. Dus al met al prima wedstrijd. Waar ligt het aan dat jullie voetballend iets minder waren dan normaal? Dat is een goede vraag. Ik denk dat Vitesse ook wel het een en ander had aangepast. En ondertussen ook wel weten waar wij willen spelen. Dus ja, ik denk dat die ook wel goed ingespeeld hadden op ons voetballend vermogen. Dus ik denk dat het misschien daar een beetje aan lag. Hoeveel waarde hecht je dan nog aan een resultaat? Hij is natuurlijk positief. Of wordt er eigenlijk vooral gekeken naar hoe het spel is? Ja, eigenlijk beide. Aan het einde van de rit vooral hoe het spel is, denk ik. Maar als je heel goed speelt met heel goed voetbal en je verliest met 1-0 of 2-0, is het toch net iets anders, ook naar de buitenwereld toe. Dus als je wint is het altijd lekker. Voor rust viel mij op dat Vitesse zich best wel verdedigend opstelde. Jullie lieten komen, terwijl zij natuurlijk voorafgaand aan de competitie normaal gesproken hoger ingeschat werden dan Sparta. Maar ja, jullie verrasten natuurlijk heel erg het eerste seizoen zelf. Zijn tegenstanders bang voor jullie geworden? Moeten we dat dan zo zien? Misschien wel. Ik denk dat ze wel in ieder geval met een ander gevoel deze kant op gaan dan misschien voorgaande jaren. Ik denk dat tegenstanders het nooit leuk vinden om deze kant op te komen naar Sparta. Maar nu ze zien dat wij linkerrijtje meedoen, denk ik dat ze wel anders denken inderdaad, ja. Is dat iets wat we in het tweede seizoen zelf te vaker zullen zien, dat tegenstanders zich zullen ingraven tegen jullie? Ja, ik heb geen idee. We zullen het zien. Wij gaan in ieder geval uit van onze eigen kwaliteiten en wij blijven inderdaad voetballen. Dus we zullen zien wat tegenstanders gaan doen. Sparta wint met 1-0. Jij bent de doelpuntenmaker en het was ook niet zomaar een doelpunt. Hoe fijn is dat voor jou dat je een keertje als verdediger de matchwinnaar bent? Ja, is lekker. Je wint met 1-0 en je maakt het enige doelpunt. Ik denk dat de tweede helft nog wel meerdere doelpunten kunnen vallen. Maar om zo te scoren is lekker. En vooral als je zeg maar in de competitiewedstrijd iets minder speelt en nu zo'n doelpunt mag maken, is mooi. Ja, want het is ook nog best wel een lastige goal natuurlijk als die bal zo met, ik denk nog een klein stuitje vanaf 20 meter voor de goal voor op je voeten komt. Is het dan gewoon knallen of is het echt nog die bal sturen? Je ziet hem aankomen, dus het enige wat je denkt is dat ik ga hem op de goal schieten. En je probeert hem technisch zo goed mogelijk te raken en volgens mij zat hij er wel aardig in. Mooiste doel van je carrière? Ik denk het wel. Ik heb er niet heel veel gemaakt, maar ik denk het wel. Veel succes, tweede seizoen zelf. Thanks.